Ik zie lachende gezichten bij het Nederlandse team. Een groene lach of een gelukkige lach? Tot nu toe zeker een gelukkige lach, ja, ja, ja. Hoe was jouw prestatie? Hoe heb je het ervaren deze wedstrijd? Ja, ik vond het eigenlijk een supermooi parcours. Dus het was allemaal iets langer, lange rechte stukken, wat hogere snelheid. En ja, ik vond het supermooi en uiteindelijk gewoon een goede prestatie neergezet vandaag. En dat is natuurlijk wat je hoopt. Dus ja, heel tevreden. Je verwacht waarschijnlijk nog een paar medailles bij jouw Nederlandse collega's, denk ik, hè? Ja, dat zou wel mooi zijn, ja, zeker. Dat is wel waar we op hopen. Wat hopen jullie voor de wegrit later in de week? Nou, ik denk dat we daar ook gewoon voor het hoogst haalbare moeten gaan. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk wel een beetje afgedwongen. Dus dat is ook zeker de ambitie die, deze zaterdag. Maar eerst woensdag nog de mixed relay en ook daar hopen we op een mooie medaille. Dus ja. Wat denk je van Lotte Kopecky, onze trots? Ja, ja, daar hebben we ook zeker hoge verwachtingen van. Dus ja, die laat zeker het hele jaar al zien dat ze echt wel weer een stap heeft gemaakt. En dat we er absoluut niet moeten onderschatten. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Een vraagje buiten de dames. Mathieu van der Poel heeft bevestigd dat hij zijn deelname gaat doen hier zondag. In Leuven dan toch. Ja, Wout van Aert, Van der Poel, Alaphilippe. Het kan alle kanten op. Maar wat denk je persoonlijk van Mathieu? Nou, ik hoop vooral dat hij fit genoeg is om een hele mooie wedstrijd neer te zetten. En ook denk ik eigenlijk dat het wel mooi zou zijn als wij een mooi duel gaan zien tussen Mathieu en Wout. Dus daar kijk ik zelf wel naar uit. Dus België en Nederland? Ja, het zou wat mij betreft een heel mooi duel zijn, ja. Okay, succes dan. Dank u.